Yo gasten van DMGX Gaming, ik ben Daniel en ik heb vandaag weer een nieuw commentaar voor jullie. En vandaag zien jullie op de achtergrond een 35 gunstreak of zo met Maverick. Iets in die richting, kan ook hoger zijn, kan ook lager zijn, ik weet niet meer precies. Het is een gameplay van vorige week of zo. Ik weet echt helemaal niks meer van. Ik hou wel 98 kills, maar dat heb ik gewoon uitgehaald. Ik heb alleen even snel de gunstreak eruit gehaald, want ik wil deze commentaar ook niet al te lang gaan maken, want... Ja, als ik de video's te lang ga maken, duurt het uploaden heel lang, want ik heb ineens nog maar iets van 10% of zo van mijn normale internetsnelheid. Normaal is het iets van 20 MB download en upload en nu is het iets van echt 1 MB download of zo per seconde. Dus dat is echt heel erg sloom en uploaden gaat nog slomer. Dus als ik een gameplay wil uploaden, bijvoorbeeld vanaf Facebook naar mijn PS4 naar Facebook, duurt dat... echt 24 uur of zo. Dus ik kon gisteren een gamepage van Battlefield 4 uploaden naar Facebook. En dat was 500 MB of zo. En toen stond er 24 uur resterend. Dat is best wel heel erg lang. Dus ik kan mijn video's ook niet heel erg lang gaan maken. Dat is natuurlijk best wel kut. Gisteren ook de video voor Max die ik moest uploaden. Duurde ook ontzettend lang. Ik weet niet meer precies hoe laat die online komt. Boeit ik niet zo heel erg veel. Maar... we waren van plan om echt een schema te gaan vasthouden en zo, dat we gewoon een dag van tevoren zouden gaan uploaden en zo, dan gepland uploaden zeg maar, want wij zijn een partner. En dat gepland uploaden, dat werkt op de een of andere manier niet meer. Dus dat is best wel kut. Ik weet ook niet meer hoe het kan, of waardoor het komt of zo. Misschien hebben we iets verkeerd gedaan met copyright bullshit of zo. Ik heb geen idee hoe het kan allemaal, maar dat is natuurlijk allemaal heel vervelend. Dus daarom komen de video's wat meer random tijden en zo online. Dat is allemaal echt heel vervelend. Ik zit daar echt allemaal wat dingen te zeggen wat niet echt positief is. Wat wel heel positief is, is dat ik waarschijnlijk Team Razer ga joinen. Ik zit nu in een clan genaamd We Are Origin. Die ga ik waarschijnlijk ook leaven en dan ga ik Team Razer joinen. Team Razer is een pubstomp clan met bijna 9.000 subs, dus 9.000 subs. Die ga ik dus joinen. Dat betekent wel dat ik vaker Ghost moet gaan spelen, want dan moet ik natuurlijk gewoon consistent gameplays halen natuurlijk. En dan moet ik gewoon ook af en toe op die mijn channel kunnen uploaden, zodat ik... ook wat subs aan over kan houden. Dat is natuurlijk super chill. Dus dat ga ik doen. Misschien gaat Max ook wel Team Razer joinen. Dat weet ik nog niet. Moet hij zelf even die leader daarvan even contact mee zoeken. Dus ik weet niet wat Max gaat doen. Dat komen we vanzelf wel achter. Maar ik ga in ieder geval wel joinen. Waarschijnlijk join ik ze vanavond of zo. Ik moet ook nog even uit We Are Origin. Dan moet ik ook nog even leave natuurlijk. Dus dat ga ik zo meteen ook even doen. En dan... join ik vanavond waarschijnlijk Team Razer. Dat betekent natuurlijk ook dat ik wat minder Battlefield ga doen. Ik heb pas één keer geüpload, maar ik was eigenlijk van plan dat veel vaker te gaan doen. Maar dat kan nu dus niet. Ik moet natuurlijk vaker Call of Duty spelen en uploaden en zo natuurlijk. En dat is niet altijd even leuk, maar ik vind het wel waard uiteindelijk. En dat ga ik dus uiteindelijk ook zeker doen. Ik ga veel meer Ghost spelen. En ik ga natuurlijk wel iets... van 1 à 2 keer per week nog Battlefield doen of zo, of misschien wel vaker. Of Ghost. Ghost gaat sowieso vaker komen dan Battlefield. Ik wil het liefst zelf niet zoveel Ghost doen, zeg maar. Want uiteindelijk raak je zeg maar uit je onderwerp en zo. En dan heb je gewoon niks meer over te praten en alles. En dan is het niet echt leuk om te doen. En daarom doe ik liever Battlefield. Dat kan ik gewoon leuk live doen en zo. Maar dat was even een kort updateje eigenlijk over hoe het gaat allemaal. En dat wil ik vandaag gewoon even vertellen. En dat was dus de commentary. En voor je het leuk hebt, een like achter. Commenten mag natuurlijk altijd. En als je nog niet gesubscribed bent, doe het ook even.